Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Naast me zit Patrick van der Wijk. Ik ben Maurice Harout. En vandaag gaan we het hebben over Star Wars, The Last Jedi. Jedi! Tuurlijk, ja, wat een film, yes! Nou, lang verwacht, toch gekomen. Ja, ik ben een enorme Star Wars fan. Ik heb hier achter mijn vriend meegenomen, vorige keer ook erbij was. Maar ja, Maurice is matig enthousiast vandaag. Ja. Heel matig enthousiast, jammer. Ja. En ik ga ook bij zeggen, we gaan het met spoilers doen. Ja, we spoileren alles. Ja, dus nou, dan moet, als je Mel niet gezien hebt, ben je ook geen fan, vind ik hoor. Nou ja, maar er zijn heel veel mensen die nog misschien deze week nog gaan kijken, want het is nu pas een paar dagjes. Maar voor de mensen dus die eerst ongespoilerd naar deze film willen toe gaan, kijken dan eerst de film en kom dan terug. Klopt. Ja, anders is het echt niet leuk. Anders is het leuk. Dus, nou oké. Laten we maar gaan beginnen. Zo vond jij het sowieso niet zo leuk. Dus laten we daar maar mee aan beginnen dan. Ja. Nee, ik zal het eerst. De eerste keer, ik heb twee keer gekeken. Omdat ik een persoon toch. Vrienden van mij hebben aangeraden om even twee keer te kijken. Omdat hij dan beter wordt. Ja. Ik moet toegeven, het is ook iets beter bevallen. Maar nog steeds is de teleurstelling toch wel boven. Ja, overheerst wel een beetje. Ja, maar jij zoekt het ook in de details. Ja. Jij bent te veel in de details aan het zoeken. Nou, ik vond, en dan gaan we zo meteen ook even op de inhoud in. Er waren een aantal inconsistenties met de vorige films, die echt wel voor mij denken van, nou, dat slaat helemaal nergens op. Maar laten we nou gewoon eens kijken naar de film aan zich. Want ik vond het wel een leuke film. Ik denk dat het een leuke film is. Ik geef toe, voor een neutraal iemand die Star Wars gewoon leuk vindt om af te kijken. Nou, dat is niet waar, maar ik ben zelf, misschien ben ik niet zo'n grote fan als jou, maar ben zeker fan van Star Wars. Ja. Alleen, ja, daar zijn er wel meningsverschillen in hoe ver en hoe diep moet je gaan. Nou, weet je, zullen we gewoon beginnen? Laten we beginnen bij het begin. Laten we beginnen met het eerste stuk van de film. Ja. Opening scène, openingsbattle, zullen we maar zeggen. Was leuk. Fantastisch. Ja, alleen. Goed begin. Was wel. Alles. Over de tactieken kunnen we het discussiëren, want sommige dingen vond ik ook niet helemaal. Een beetje vreemd. Ik vond het ten eerste, ik snap wel, kijk, die Rebel Fleet is natuurlijk vernietigd in de vorige aflevering. Dus ik snap dat ze met wat pauperige dingetjes aankwamen. Klopt. En ja, die Hux, dat soort die telefoongesprek wat dan gevoerd werd met die X-Wing, dat was wel een beetje voor die jonge publiek. Ja. Het was grappig, maar dat klopt. Dat vond ik te ver gaan trouwens. Ja. Hoor. Die grap vond ik te ver gaan, vond ik ook niet bij Star Wars horen. Nee. Dat vond ik meer Marvel. Marvel, ja. En je ziet dat Disney die Marvel kant wat ze gedaan hebben met Ragnarok, die grapjes, dat nu een beetje gaat inkomen, lijkt wel, in de films in Disney. Hij komt wel midden dingen terug, dat geintjes. Dus, dus ik vond het wel leuk in het begin. Ja. Ja, ik vond het niet, het was een gek gevoel. Het was niet passend. Nee, het was niet bij de, we gaan weer vechten. Opeens moet ik aan wennen. Ja. Moet wel wennen. Maar oké, dus dat gevecht vond ik nog leuk. Het was leuk. Ja, wat jij zei, die andere Star Destroyer stond wel een beetje bij te slapen. Nou ja, dat vond ik. Je krijgt een Dreadnought Cruiser, krijg ik ook wel leuk. Dat is weer een nieuw schip, weet je, zie je weer wat. Maar wat ik dan wel net vond, is dat je dan vier normale Star Destroyers hebt, waar in principe duizenden fighters in kunnen zitten. Nou, wat we zeggen, honderden fighters in kunnen. Dus niemand die fighters stuurt. We zien allerlei squadrons aankomen. Fighters worden helemaal niet gestuurd. Ik denk, ja, welke achterlijke vervoert naar het commando? Ja, nou, dus, maar dat zag je ook. Die Hux, die was ook een beetje een achterlijke. Is ook een achterlijke. Ja, dus dat is duidelijk. Dus, oké, maar dat vond ik nog wel mee. Maar goed, goed begin. Goed begin. Goed begin. Maar ja, dan begint het op een gegeven moment. Gaan we dan naar Luke toe, hè, samen met, met Ray. Ja. Nou ja, eerst de opening zit met die lightsaber dat hij weggooit. Oké, nou, kan je grappig. Maar dus, dat is weer een Marvel-actietje. Marvel-actietje, ja. Marvel-actietje, natuurlijk. En dan, dan daarna wordt het toch een beetje dat verhaal. En ik zat wel naar het kijken. In het begin dacht ik, ik snap dat het dus wat fout gaat. Maar het is wel een beetje miezig. Het ging even te lang door. Het gezeur, in het begin even leuk. Ja, hij mocht wel afhouden, hè, in het begin. Maar niet zo lang. Het duurt vaak een hele film voordat hij een keer mee gaat doen, zomaar zeggen. En dat was niet zo... Dat vond ik niet... Ik vond Luke een beetje een persiflage geworden van zijn eigen. Ja, dat klopt. Ja. Dus, dat vond ik het zwakste gedeelte van de film. Ja. Zijn rol en de combinatie met Ray, zal maar zeggen. Dat vond ik toch wel zwak. Ja, dat was eigenlijk... dat had ook in 10 minuten gekund, bijna. Klopt. Ja, dat het er gewoon 10 minuten gewoon even effectief. Het was ook niet helemaal... het was ook niet een heel vloeiend verhaallijn met z'n tweeën. Met de Dark Force en de Light Force en de dingen die op dat eiland gebeurden. Klopt, maar ze wilden natuurlijk ook dat andere van Kylo Ren incorporeren. Ja, dat hij steeds die soort mind meld had. Ja. Dus nou ja, dat oké. Maar in ieder geval... Oké. Nou, dan wat ik dan nog... dan krijgen we het verhaal met, hoe heet het? Met die... hoe heet hij weer? Met John Boyega? Ja, met Finn. Met Finn, ja. Dat vond ik het zwakste. Dat vond ik heel zwak. Dat vond ik echt zwakke storyline. Hij is er gewoon bij. Hij moest erbij. Blijkbaar moest hij er toch bij. Want
Ik weet maar echt een verhaal kreeg je niet. Nee, het is wel simpel. Eigenlijk, het is natuurlijk een belangrijk personage geworden bij de eerste aflevering van de nieuwe serie dan. Ja. En eigenlijk hadden ze helemaal geen verhaal voor hem, denk ik, zomaar. Dus hebben ze een soort Cloud City-achtig verhaal van gemaakt. Maar alleen dan dit gewoon een casino. Waarbij je dan die Del Toro, die was een soort Lando-achtig figuur, moest je het dan voorstellen. Ja, maar kwam niet uit de verf. Gewoon een slecht personage. Ja. En het was wel een leuke boodschap in dat iedereen slecht is. Dat is dan een beetje het punt. Ja. Maar ja, daar ga je dan niet. Dat vond ik dan niet zo. Dat vond ik echt het zwakste gedeelte van de hele film. Klopt. En, en wat daarna komt, vind ik dan wel eigenlijk. Dat is natuurlijk uiteindelijk de throne room scène. Ja. Dat is dan waar Snoke, Rey en Kylo Ren bij elkaar komen. En daar zit er, kijk, daar gaat mij een beetje de continuïteitsprobleem in. Klopt. Ten eerste vond ik, mag ik zeggen, de set vond ik ook een beetje. Dat rode zo helemaal achter vond ik ook een beetje cheapy. Maar, en ook dat die gasten zitten aan de achterkant, dit in Guardians, steeds ook van. Oh, wat gebeurt er met de Emperor? Snoke, bom. Maar het doet nog verder niks. Nee, dat was het einde. Nee, dat is. Die Snoke, als hij zo sterk is, heb die gasten niet eens nodig, lijkt mij. Zo achteraf gezien. Achteraf was hij heel sterk, alleen niet slim. Nee, kijk, heel erg zeker van zichzelf. Laten we beginnen met personage Snoke. Ja. We weten eigenlijk helemaal niks van hem. Nee, daar kan wel niks te weten. Niks te weten, dus blijkbaar. Is, of ze moeten in het derde deel iets gaan terug vertellen wat helemaal niet meer nodig is. Want hij is uitgeschakeld. Klopt. Die komt ook niet meer terug dan. Nee, lijkt me niet. Dat lijkt me heel stom. Anders wordt het helemaal een personage van alles. Dus dat vind ik een heel apart figuur. We weten ook helemaal niet wat ik zei, dus niet vandaan komt. Nou, dan hebben we het over het hele Jedi-systeem. Dat Rey zo. In het begin dacht ik, oké, misschien heeft ze vroeger een training gehad. Nou, niks. Dat blijkt dus helemaal niet. Nee. Dus uit zichzelf is ze gewoon een hele goede zwaardvechter. Ja. En dat is helemaal niet, als je kijkt bij alle andere afleveringen. Dus of nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, maar misschien 6. Heeft ze wel Jakku, heeft ze van, heeft ze. Ja, ze waren een beetje met zijn touwtje heen wezen te rennen. Want ze werd dus awakened, in Force Awakened. Dat is daarvoor. De Force, ja. Maar met die stok kon ze aardig rammen. Dat kon ze mee rammen, Dus misschien heeft ze toch al, training wil ik niet zeggen, maar. Ja, maar ze kon op een gegeven moment toch heel snel allemaal Jedi-trucjes leren, dus zo snel. Nou ja, als je kijkt, hè. Ze kan goed met een wapen omgaan, maar echte Jedi-trucjes kent ze niet, hè. Geen Force choke of mensen zo klap weggooien. Dan, de Force beheert ze niet als zijnde een aanvalstechniek. Ja, maar dan is het nog steeds met de vorige filmen heel vaag dan. Dat ze dan wel die Kylo Ren makkelijk in elkaar slaat. Ja, dat is heel vaag, ja. Ja, want hij was nog gewond, maar nog had hij gewoon kunnen doen. Ja, maar goed, nog, op een gegeven moment als ze Snoke. Als ze Snoke vermoorden, hij doet. Dan doet hij ook, en dan moeten ze vechten tegen de Guardians, zullen we zeggen. Doet hij ook geen Force-trucjes, zowel hij niet als zij niet. En hij is oud genoeg om al. Hij heeft echt training gehad. Hij heeft echt een volledige opleiding gehad. Dus niet alleen ook van Luke Skywalker, maar ook van Snoke. Ja, dus hij had het makkelijk. Dus tjok. Als je nou, heel simpel, pas even nog Rogue One voorjaar gezien. Ja. Als je een Darth Vader even op het eindscène ziet, paf, tak. Ja. En nu, hij is zogenaamd dan nog veel sterker. Nou, bullshit. Vader, die kwam nog echt zo. De poppetjes al. En Snoke ook, want Snoke die beheerste de Force natuurlijk in die graad. Dat hij dus alle slappe poppetje gooit, die hele Rey gooide er helemaal weg. Dus dan vond ik dat een hele rare situatie. Ja. Dus dat is een. Dus dat was jammer. Ja, dat vind ik het meest grootste bummer van de hele film. Is dat zij toch relatief te sterk is. Of dat Kylo Ren gewoon te zwak is. Een van de twee, dat klopt niet. Dat is een mismatch. Ja. Maar wat ik wel een leuke wending vond, is dat ze vermoorden hem. Hij neemt zijn plek in. Niet totaal onverwachts, maar toch wel weer leuk. Ja, dat is goed. Liberal Alliance wordt neergeklapt. En wat ik zelf wel leuk vond, op een gegeven moment is dat hij wordt vermoord. Ja. Dan verwacht je een beetje het einde aan een film. Dat kwam een beetje naar het einde. En daarna kwam er toch nog even 20 minuten daarna met een hele basis en Battles. Dat vond ik leuk. Ja, dat was dat er nog even na kwam. Ja, dat gedeelte was wel leuk. En van Luke dat hij op een gegeven moment een soort Force Ghost kwam ik daar eigenlijk. Ja, dat vond ik prachtig. Want ik denk, hoe doet hij dat? Hij werkt met zo'n AT&T's. helemaal volledig geblast. Ik denk, hoe ga je dat volhouden met je Force? Ik denk misschien gewoon die Force Shield of zoiets. Maar wat blijkt nou, het is hem niet echt. Nee. Achteraf is het eigenlijk een hele. Ja, dus is Luke eigenlijk helemaal niet zo bijzonder geweest erin. Nee. En dat, zwak. Ja, en daar zit ik ook een punt in. En dat denk ik gewoon als algemene kritiek van de eerste twee films. En misschien, ik weet niet hoe ver het derde gaat. Is eigenlijk de oude generatie moest eigenlijk geëlimineerd worden uit deze films. En aan de ene kant kan je zien, want ze hersen voort had eigenlijk helemaal geen zin in. Dat heb je al vaak genoeg gezegd. Dus ik was blij dat hij dood ging in deze serie. Nou, ik vind Leia, dus Prinses Leia, helaas is dood, maar toch. Ook het acteerwerk ging er wel erg achteruit. Voor wat ze zei was het echt wel moeilijk. Maar
Je kreeg wel af en toe, zij is wel het nostalgie-personage. Ja, ja. Die hand aanraken, even tussen Luke, dat momentje. Dat is mooi. Dat zijn rillingen. Ja, maar dat is het punt waar ze mee moeten scoren. Maar je ziet toch dat... Ze zijn echt bezig om gewoon een nieuwe generatie te zetten. Ja. Ik ben benieuwd waar we het over hadden. Wat gaan ze straks in deel 9 doen? Ze gaan afscheid. Nou ja, Leia is er niet meer. Dus ja. Ja. Misschien is nog Lando erbij halen. Ja. Als ze opbouwen. Van, die is natuurlijk wel een goede diplomaat. Dat zou mooi wezen. Dat zou leuk zijn. Want die kan, maar Lando komt waarschijnlijk al voor in Han Solo straks eerst. Ja, maar dan is de jongere persoon. Kijk, ja, dat had hij gezegd van als ze nou echt een restart hadden gemaakt. Had dan gewoon opnieuw gerecast die gasten. Ja. Ik heb tegen jou gezegd van de personage Bucky van Winter Soldier, daar hebben ze een lookalike gemaakt van Luke Skywalker. Ja. Dat ziet bijna hetzelfde uit en zo kun je het ook met die anderen doen. En dat dan gewoon doorgegaan in die lijn. Ja. Dan vind ik ook, maak er een eind aan. Het is mooi geweest na zoveel jaar, weet je maar wel. Dan, ja. Laten we nou eens met wat nieuws beginnen. Komt het creatief erbij. Dan, maar we hebben nu eigenlijk, als we kijken naar deze film, hebben we weer een heel stuk gezien van die Empire Strikes Back. Ja, dat is weer wat zoals deel 1, hetzelfde weer als Star Wars, hebben we nu weer een stuk van... Alleen met een paar extra dingetjes in die in totaal over de top gingen. Ja. Dus als we aannemen dat 9 dan hetzelfde wordt, 6 weer een beetje. Ja. Maar ja, ze kunnen niet zoveel kanten meer op. Dus wat dat betreft hoop ik op een vernieuwend verhaal. Of het begin van een vernieuwend verhaal. Ja, dat is waar. Dus, of Kylo Ren gaat straks weer een Padawan Learner gaat hij weer aannemen. Nou, en dan wordt Rebellion weer sterk. En zij gaat nieuwe Jedi's trainen. En dan beginnen we gewoon helemaal opnieuw. Nee, er zijn nog twee. Er zijn wel dingen die nog het leuk zullen kunnen maken. Het feit dat Kylo Ren heeft nog steeds de Knights of Ren, want die zijn dus niet uitgeschakeld. Nee, klopt, want daar werd ook geen woord over geroepen. Ja, er werd ook gezegd van Luke zei, hij is met een paar leerlingen. Ja, klopt, maar daarna is er niets meer, daar is nooit meer wat over genoemd te zien. Dus dat die nog waar zijn die? Die zijn er nog. En dat zijn dus blijkbaar ook Jedi's, want dat zijn toch geturnde Jedi's, dat zijn leerlingen van Luke. Ja, maar wel to the dark side dan. Ja, dus die zijn dan waarschijnlijk nog ergens. Misschien komen die wel straks. Dus dat maakt het misschien wat spannender. Want uiteindelijk die leiding, anders is de leiding van de nieuwe First Order, is anders echt wel een beetje debiel. Waar we klopt, zijn. Ja, klopt. Nou ja, en ik hoop dat Lando misschien nog een rolletje maakt, dat hij het even iets meer, wie weet, iets losser maakt. Nou ja, dat... Al met al... Gaan we een cijfertje pakken? Ja. Ik vond het een vermakelijke film in de film te kijken. Ik ga ook zeker nog een keertje kijken. Niet in de bioscoop, maar gewoon zo normaal. Ik vond hem wel... Ik vond hem leuk. Ik vond hem wel gewoon leuk. Dat hij misschien wat minder bij de aansluit. En dat we hem er meer van verwacht hadden. Ja. Daar ben ik het wel met je mee eens. Ja. Maar ik heb een cijfer van je gehoord waar ik het dan weer niet mee eens ben. dus jij, ik ga laat jou als eerste cijfer. Ja, nou ik zal het wel zeggen. Voor de mensen dus echt voor de mensen die echt gek op de Star Wars zijn. Die echt al de verhalen helemaal willen checken. Die moeten een onvoldoende geven. Ik zat zelfs bijna aan een 4 te denken. Zitten kijken naar gewoon Amsterdamse mensenwaarde of iemand die normaal Star Wars niet leuk vindt. Of die zegt, nou, Star Wars is leuk. Dan kan je zeggen, nou, misschien 7, 8. Want die hebben gewoon een leuke actiefilm gezien. Ja. Dus ik ga gewoon gemiddelde zitten. Dus ik zat te twijfelen tussen een 5,5 of een 6. Nou, ik geef hem een 6. Ga de tweede keer kijken. Maar het is echt 6 minnetje voor mij. Zo. Maar verder ga ik niet. Oké. Nou ja, ik had gehoopt dat ik een 9 zou zien vandaag. Maar dat is helaas uitgebleven. Ik zat richting 8,5 zelfs te denken. Maar nu ik een paar uurtjes verder ben... En we praten erover, zo daalt dat cijfer toch wel. Ik vind een 6 min te weinig. Dat doet afbreuk van wat er gemaakt is. Maar een 8. Ik geef hem een 8. Ja. Als actiefilm op zich staat hij goed. Ik vond sommige dingen juist weer wel goed. Niet te apart. Wel apart, maar niet te apart. Ze hebben hun best gedaan. Nou ja. We gaan het straks meemaken. Heeft hij gemiddeld een 7? 9. Het gemiddelde 7 is eigenlijk een aanrader voor naar de bioscoop gaan. Voor ons Star Wars. Nou, ik vind het sowieso een aanrader om naar de bioscoop te gaan. Ook al ben je geen Star Wars fan. Ja, effect zijn mooi genoeg. Als je een beetje van de ruimte houdt, sci-fi, moet je zeker gaan. Dat is waar. Ja. Ja. Nee, dat heb ik gelijk. Ik wil zeggen, zou je kunnen gaan als je niks van Star Wars weet? Ja. Dat is misschien zo leuk, maar... Nee. Ja, wie niet? Wie heeft Star Wars gezien? Toch? Je hebt gewoon een hele leuke middag. Ja. Hij duurt lekker lang ook. En dat vond ik juist niet... Dat vond ik geen... Het was niet te lang. Ik zat niet te denken, nou is nou eens afgelopen. Hij bleef leuk. Ja, ik had toen de eerste keer, ik had al een moment even toen met Kylo Ren en met Rey. Dus gegeven dat ze Snoke hadden vermoord. Op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, nu kun je het... Nou, misschien is het allemaal afgelopen. Ja, maar toen duurde het nog 20 minuten. Ja, ja. De achterval blij dat het doorging nog. Ja, ja.
Oké. Okay. Leuk. Ja. We zien jullie volgende keer voor onder andere Jumanji, ja, waar we naartoe gaan. En dan zullen we eens kijken hoe Mr. Dwayne The Rock Johnson het doet tegen de tijd. Ja, die is leuk. En ik zag ook iets met wat jij zei, Will Smith. Dat zag ik een voorstukje. Will Smith op Netflix. Ja. Hoe heet die ook alweer? Shit, ik weet niet die naam. Maar die komt dus niet, die komt alleen op Netflix. Die komt alleen op Netflix. Oh, een dus, voorstukje zag. Ik denk, nou, ja, in de bioscoop wordt er goed reclame gemaakt voor de nieuwe film van Will Smith. Dus dat is ook wel iets leuks om naar te kijken. Ja. Wie weet, we vakken volgende keer even mee. Dus tot de volgende keer. Doeg!